Zoals het donker is. Ja, de bubby. In de Veurstraten. Nou ja, Herman was een beetje te laat, hè. Dus we hebben al met Gert een klein stukje verrobben hem. Maar, we hebben al binnen gekeken. Dat was gezellig. Toen stond de Veurstraten nog vol. Maar binnen is het helemaal vol op het prinsenbal van de deurzakkers. Je snapt het niet, hè. Dat zo'n prins Veurst, dat hij het voor elkaar krijgt, die hut hier vol te kring. Maar we gaan hem kijken. Kom op. Kijk. Volgens Gert staat dat de nieuwe hoog in. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ja. Komt u maar mee, komt u maar mee. De deurblazers, die bent er ook. Herman, die zat er wel later. Kijk dan. Herman, hier staan ze allemaal, hè. Alle deurblazers bij elkaar, ik snap het niet. Henkie Huppelschoten is er ook. Misschien een Henkie van Open weer nog wel even. Maar Henkie. Waar is Henkie dan niet? Henkie is overal mee. Hey, we gaan eerst even kijken of het gezellig is. En dan kun je het weer van Sassen nog een keer verspillen van om. Kun je het weer van Sassen nog een keer verspillen van om. We gaan eerst even kijken wat er gebeurt. Herman, kom maar. We gaan wat behoeren met Sinterklaas. Oeh, ik wil net dat man met dat beroerd wordt, maar dat geeft niks. We gaan even kijken, Herman. De muziek die gemaakt van de deurblazers, die hebben hem helemaal door. Krijgen jullie één voor één opgespeld. Nog steeds de jubileummedaille van 55 jaar deurzakkers. En de handschoenen van onze hoor. Bedankt dat jullie aanwezig zijn bij mijn applicatie. En natuurlijk de opkomst van de volgende hoogheid. Alaaf! En dan komt dat getrainde torso. Dat komt dan in beeld. Het lijkt erop dat de bloesje strakker zat dan vorig jaar toen hij begon. Het hesje ook. Laten we eerst de medailles doen. Dat is misschien wat een stukje makkelijker. En dan draaien wij als eerste om. De persoon in de midden. Wie zal dat zijn? Draai u om. Laat uw gezicht zien. En wie zien wij hier? Prins Leander de Eerste! En dan hebben wij daarbij twee adjudanten. Ja, dames en heren, mag ik even een lekkere laugh voor dit mooie nieuwe trio? Hij spik splinternieuw die steek, past er helemaal strak overheen. En dan overhandigen wij de staf met het roffelen van de deurblazers. Want dan hebben wij als carnavalsvereniging de nieuwe hoogheid, Prins Leander de Eerste! Ja, en dan moeten we natuurlijk ook zijn adjudanten even installeren. Want daarmee heeft hij zijn linkerhand en rechterhand dus ook compleet. En betekent dus dat dus de adjudant Klokkie de steek opgezet krijgt. En ja, het leuke is dat adjudant Maxi eigenlijk al helemaal klaar om haar zware taak voor het komende seizoen te gaan beginnen. Want ja, houd die man maar eens bij. He, want er zit me een energie in. Ja, roffeltje, roffeltje, zet hem op de kop. En daarmee ook adjudanten Klokkie en Maxi geïnstalleerd.